De Global Climate Change Alliance, GCCA, van de UNDP heeft gisteren 3 voertuigen geschonken aan het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, RGB. De UNDP is namelijk van mening dat Suriname risico loopt om negatief beïnvloed te worden door klimaatsverandering, veroorzaakt door droogte, overstromingen en zware rukwinden. Vooral omdat Suriname volgens deze organisatie weinig capaciteit heeft om deze natuurverschijnselen te monitoren. Armstrong Alexis, Deputy Resident Representative van UNDP, vertelt waarom de voertuigen aan het ministerie zijn geschonken. The UNDP is pleased to be associated with this event. Not only because we are providing you with necessary tools to perform your functions, but more importantly because we recognize the importance of surveillance in ensuring that the biodiversity of Suriname is protected, that the coast of Suriname is protected, and that you can forge relationships with the international community, particularly the UNDP, on ensuring that your most beautiful country is protected for its current and future generations. De voertuigen moeten voor een verbetering zorgen in het werk van de afdeling Natuurbeheer en de dienst Land- en Bosbeheer, LBB. Ze zorgen namelijk voor het behoud en bescherming van onze mangrovenbossen, zegt minister Roline Samsudin. We zijn zeer erkentelijk met de ondersteuning aan ons ministerie, met name Natuurbeheer en LWB, in de vorm van deze 3 voertuigen. Deze schenking, welke gefinancierd is uit EU-middelen via de UNDP, zal dus zeker bijdragen aan een efficiënt functioneren van de jachtofficines. Ik doe een dringend beroep op alle gebruikers van deze voertuigen om op een zuinige en verantwoorde wijze hiermee om te gaan. Rest mij de UNDP mijn hartgrondige dank over te brengen en spreken de hoop uit dat wij als partners een optimale samenwerking zullen hebben en dat de positieve resultaten niet zullen uitblijven. Tot zover Roline Samsudin, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, gisteren op haar ministerie, waar de officiële overhandiging van 3 voertuigen, geschonken door de UNDP, heeft plaatsgehad.